Dit is Tyra, de hoofdstad van het Griekse eiland Santorini. Hier leefde ooit Dimitri de Ezel, die elke dag met een vracht de steile berg op ging. In deze aflevering bezoek ik, 31 jaar na de opnames van Bassie en Adriaan en de verzonken stad, het eiland Santorini, de kloof op Kreta en het stadje waar de boeven de bank gaan overvallen. Ik ben op vakantie in Griekenland en ik bezoek vrijwel alle locaties uit de verzonken stad. In Herakleion neem ik de boot om een dagtrip te gaan maken naar het eiland Santorini, dat ongeveer 2 uur varen is met een snelle boot. Volgens velen is Santorini het mooiste eiland van Griekenland, met haar witte dorpjes en het uitzicht over zee. In de haven neem ik de bus naar de hoofdstad Tyra. Tyra is een klein wit stadje dat bovenop de berg is gebouwd. Het is er heel toeristisch, maar het is er prachtig met alle kleine straatjes, restaurantjes en natuurlijk het fantastische uitzicht op zee. Santorini is een klein eiland met een lengte van nog geen 18 kilometer en het is vrij smal. Als je in de hoofdstad Tyra rondloopt, zie je soms de zee aan de andere kant van het eiland alweer liggen. Er loopt een kronkelend pad van de oude haven naar het stadje. Op deze trappen is het liedje van Dimitri de Ezel opgenomen. En deze locatie is nog heel duidelijk te herkennen. Je kunt voor een paar euro met een ezel naar beneden. Maar omdat ik de ezels liever niet belast met mijn gewicht, loop ik naar beneden. Zodat ik ook alle tijd heb om locaties te zoeken. Het eiland is ringvormig. De stad die hier ooit lag, is na een vulkaanuitbarsting volledig vernietigd. Het middelste gedeelte van het eiland is door deze uitbarsting in zee gezonken. Volgens een mythe zou hier ooit de oude stad Atlantis hebben gelegen. Na een flinke afdaling kom ik aan bij de oude haven. Dit was vroeger dé haven van Tyra. En mensen moesten met de voet of de ezel de steile berg op. Hier komen Bassie en Adriaan uit de kabelbaan, als ze erachter zijn gekomen dat de boeven op het eiland zijn. Ik neem de kabelbaan terug naar boven. Dat bespaart me een flinke klim en veel tijd. Door de hoogteverschillen in Tyra en de warmte van de zon is het nog best inspannend om rond te lopen in dit stadje. Ik bezoek de restaurantjes waar Bassie en Adriaan en de boeven wat gingen drinken en zoek de locatie waar de achtervolgingsscène is opgenomen. En na een flink aantal uur wandelen pak ik de bus terug naar de haven en neem ik de boot naar Kreta. Vanaf de boot kan ik Tyra en de zigzaggende trappen goed zien liggen. Tijdens de voorbereiding van deze reis heb ik veel gezocht naar het onbewoonde eiland waar de boeven Bassie en Adriaan achterlaten. Helaas vond ik het eiland niet. Als de boot op de terugweg naar Kreta langs een onbewoond eiland vaart, dan vraag ik me af of dit dat eiland kan zijn. En dat zou best nog wel eens kunnen. Ik reis verder naar het westen van het eiland Kreta, naar het plaatsje Agia Marina, vlakbij Chania. Ook hier ligt een onbewoond eiland voor de kust. De bijnaam van dit eiland is het Krikri-eiland, vernoemd naar de geit die hier leeft. Maar dit is zeker niet het onbewoonde eiland uit de serie. Iets ten zuiden van deze badplaats ligt de kloof waar Bassie en Adriaan wisten te ontsnappen aan de boeven, de Therizo-kloof. Het is een 14 kilometer lange kloof waar je met de auto doorheen kunt rijden, maar ook doorheen kunt wandelen, zoals ik doe. Onderweg kom ik heel veel geiten tegen, die vaak meters hoog in de rotsen op zoek zijn naar eten. MUZIEK
Op verschillende plekken in deze kloof zijn scènes opgenomen. Misschien wel de bekendste scène is die waar Bassie en Adriaan schuilen achter een rots wanneer de boeven ze tegemoet komen rijden. Deze rots ligt daar nog steeds. Hij ligt los tegen de gladde rotswand aan en is ooit naar beneden gevallen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze scènes in de Samaria-kloof werden opgenomen. Maar omdat het vrij lastig te produceren bleek te zijn, werd naar deze eenvoudig te bereiken kloof uitgeweken. Halverwege de kloof is de scène opgenomen waar Bassie en Adriaan zogenaamd aan het eind van de kloof waren. Hier stonden de boeven ze rustig op te wachten met het witte busje. En als er dan tijdens mijn wandeling toevallig een wit busje voorbij rijdt, nou, dan voelt dat toch heel vertrouwd. Als je goed kijkt naar de beelden in de serie, dan kun je zien dat er een logo op het witte busje staat. Dit logo blijkt van een beveiligingsbedrijf te zijn. En dat bedrijf bestaat nog steeds en heeft een vestiging in de hoofdstad van Kreta. Dat logo is in 31 jaar nauwelijks veranderd, al zijn de busjes wel iets compacter geworden. Best bijzonder trouwens dat de boeven een busje stelen van een beveiligingsbedrijf. De boeven stelen dit busje omdat ze een kleine bank gaan beroven in een klein stadje. En uiteraard bezoek ik dat stadje. Zodra ik aankom, herken ik meteen de locatie waar de boeven op het bankje zitten en het plan bespreken. Op datzelfde pleintje vind ik ook de trappen waar Bassie en Adriaan de boeven in de gaten houden. Ik loop verder het stadje in dat bestaat uit heel veel kleine steegjes waar je gemakkelijk verdwaalt. Hier zijn veel opnames gemaakt tussen de witte huizen. En toch klopt er iets niet. Want de boeven zijn op Kreta als ze het busje stelen en Bassie en Adriaan in de kloof achterlaten. Maar dit stadje heet Lindos en ligt op een heel ander eiland waar Bassie en Adriaan pas later in het avontuur naartoe gaan. Namelijk Rhodos. In de volgende aflevering bezoek ik meer locaties op Rhodos. Zoals het hotel waar ze verbleven, de kolos van Rhodos, het oude centrum van de stad en de Vlindervallei. Vond je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En abonneer ook even, want er komen nog meer Bassie en Adriaan locatievideo's aan. Bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer.